Saskia de Rijk van Saxion, niet met een K, maar met een X. En zo ziet u dat ik de sheets heb gemaakt en dat ik er geen verstand van heb, althans van Saxion. Ik praat een beetje namens de uitgevers. Ik was lang uitgever en ben de laatste 10 jaar bemoei ik me op het snijvlak van kennis, leren en mediaoplossingen. Ik heb de mening van uitgevers als het gaat om open educational resources en wat moeten we ermee? Wat moeten we als uitgever mee geprobeerd in beeld te brengen? En ik neem je even mee in een aantal statements. Ik doe dat heel snel. Mocht u ooit een uitgever tegenkomen en u wilt serieus met ze in gesprek, dan moet u rekening houden dat ze dit denken. De conclusie is niet dat ze niet willen bewegen. Ik kom er dadelijk op terug. Eén is dat ze gewoon heel simpel zeggen van nou, het is goed dat er uitgevers zijn, dan kunnen wetenschappers wetenschap doen, dan doen wij het uitgeven. Dus wij brengen veel meer focus, we kunnen ook veel meer sturen. We kunnen vanuit klantconcepten enzovoorts ook de wetenschap aansturen, zodat, ik zou bijna zeggen, de valorisatie tot waarde maken in verschillende contexten, daar hebben wij verstand van. We are the marketing guys, you're the knowledge guys. Tweede, we kunnen dus ook zorgen dat kennis werkt in een bepaalde context. Als kennis die je tijdens een opleiding aanbiedt later job performance knowledge moet zijn, dan kunnen wij ervoor zorgen hoe je dat doet en hoe je dat inricht. Derde, uitgevers zijn er goed in om mensen te bereiken. We hadden bij de inleiding, zagen we dingen hoe Facebook, hoe Google Plus, hoe er nieuwe combinaties ontstaan om just in time, at the right moment, in the right context mensen te bereiken. Opnieuw, marketing en vooral ook web-based marketing. Denk aan de long tail als beeld ook. Dus ook kleine groepen over langere perioden kunnen bereiken. Ik denk dat ze daar goed in zijn. Dat zeggen ze zeker zelf. Uitgevers zijn ook goed in geld verdienen. Dat wil zeggen, kennis laten renderen. Zijn uitgevers steenrijk? Nee. Lees het jaarverslag van een uitgever en alle spookverhalen zijn weg dat ze 50% winst maken. Wel hebben ze hoge marges, maar die marges hebben te maken met kosten. En soms hoeven ze kosten niet te maken die ze nu wel maken. Ik denk dat als je met uitgevers in gesprek gaat, dat je als professionals uit de kenniswereld en uit de wetenschap kunt zeggen van wat raar eigenlijk dat jullie dat doorberekenen en in je kosten dat soort dingen verzinnen. Dat kan misschien heel anders. Dus in de dialoog denk ik dat uitgevers in ieder geval hun eigen cash wat kunnen laten teruglopen. Tweede punt waarom ik hem tekende. Ze kunnen het ook laten renderen in een product lifecycle. Dus ze kunnen uw kennis over een langere periode in verschillende vormen en fases laten renderen. Daar zijn ze goed in. Het zijn business guys. Je ziet dat uitgevers steeds meer ook communities of professionals achter hun producten organiseren. Als je naar Clure Legal kijkt of naar vergelijkbare bedrijven. Kijk wat Springer doet in Afrika met Afrikaanse knowledge networks. Dan zie je crossovers tussen open educational resources en wat ik noem protected educational resources. En je ziet dat ze user communities daaromheen organiseren en daar nieuwe dingen mee gaan doen. En zo versterken ze vaak lerende netwerken of onderwijsnetwerken. Ze zeggen dat ze relevante feedback leveren, klantreacties terughalen naar de ontwikkelaars van kennis, dat ze daar goed in zijn, dat ze daar een rol in spelen. En ze zeggen van nou, het is maar goed dat we er zijn, want we ontzorgen wetenschappers ook. Stel je voor dat je via social media platforms of in zijn algemeenheid krachtige media platforms verschillende mensen steeds op tijd moet beleveren van informatie, dan heb je daar een ingewikkelde back-office en systemen voor nodig. We zijn absoluut slim in het valoriseren, dus oplossingen, vormen bedenken waarmee kennis via apps voor beroepsgroepen ook blijft leven. En denk niet dat wij niet veranderen. We innoveren heel hard. Dit is het jaarverslag van Wolters Kluwer, legal in dit geval. Maar voor medical is het ongeveer hetzelfde. En je ziet dat eigenlijk meer dan 3/4 van hun geld uit digitale oplossingen komt. Dus het idee dat ze boeken maken, vergeet het maar. Het idee dat ze niet willen praten. Het is te eng als je met ze gaat praten over licenties voor je bibliotheken. Ik denk dat je wel verder komt als je praat op het niveau van visie. En ik denk zeker dat je verder komt als je gaat praten op het niveau internationaal. Dus niet met de GEU-uitgevers in Nederland. Die zijn toch vaak kleinschalig en misschien wat angstig. En als je bang bent, kom je niet tot goede oplossingen. Dat geldt overigens ook voor de wetenschap. Saskia. Dankjewel. Paul en ik zijn aan elkaar gekoppeld. Wij kenden elkaar, we hebben elkaar tot vandaag nooit live ontmoet. We hebben wel samen een artikel geschreven. Het is het laatste artikel uit het trendrapport. Ik weet niet of dat iets zegt over het beeld. Ik heb wel het idee dat wij een onderwerp behandelen wat een beetje in de marge van staat van wat vandaag aan de orde is. Maar ik wilde heel wel graag eigenlijk een soort statement maken. Een beetje tegen Paul zijn verhaal, hoewel Paul heel duidelijk heeft gezegd dat het niet per se zijn visie is. Maar dat als wij uitgevers ontmoeten, dat uitgevers zo denken. Ik wil even kort stilstaan.
Mijn presentatie is ook heel anders. Welke richting willen wij als hoger onderwijs? En het perspectief is ook heel erg vanuit Nederland. Welke kant willen we op? Je kunt daarboven een kasteel zien. Dat kan je zien als een vesting. Je kan het ook zien als een luchtkasteel. Waar gaan wij naartoe? Ik wil stilstaan bij de verschillende aspecten van OER. En als eerste bij open. Open, en in het artikel staat ook, eigenlijk is open en uitgevers is een contradictio in terminis. Open staat voor het vrij gebruiken, en vrij betekent op zich niet dat iets zonder geld tot stand komt, maar vervolgens wel het vrij gebruiken, hergebruiken, dus remake, reuse, recycle van wat je maakt. Dat is dat aspect. Het hoger onderwijs, hier zie je allemaal mensen die samen in een gebouw zitten. Het hoger onderwijs is eigenlijk de bron van alles wat uiteindelijk ook educatieve uitgevers en wetenschappelijke uitgevers produceren. Het wordt gemaakt in onze CAO, en dan praat ik over het HBO, in het WO ligt dat iets anders. Is alles wat je doet ten dienste van je hogeschool is beschikbaar voor de mensen die het maken, is eigendom van de hogeschool en niet per se voor een uitgever. Onze ervaring met databanken, ik zit in licentiewerkgroep, is inderdaad wat jij zegt, die willen niet praten, want ze zijn als de dooduitgevers dat er ook maar iets open gaat worden. We hebben daar een hele strijd te voeren. En ik zou zeggen, dat zou aan het eind mijn conclusie zijn, wees heel voorzichtig met het toelaten van uitgevers als het om onze content gaat. Want zij hebben er eigenlijk bijna geen belang bij dan alleen die content te beschermen om vervolgens zelf elke keer uit te kunnen serveren. Dat is wat er in ieder geval met licenties, met databanken, dus met tijdschriften is gebeurd. En tijdschriften, daar ontstaat nu de tegenbeweging van open access. Laten we zorgen dat we bij oer de uitgevers een stap voor blijven, maar dat ligt ook aan ons. Vanmorgen ontmoette ik op het station een zeer kritische consumerende student. Het was namelijk mijn eigen dochter die jarig is en ik wilde haar feliciteren en ze studeert in Utrecht. En zij vroeg, wat kom je doen? Ik zei, nou, ik ga een presentatie houden. Ik zei, oh ja. En toen zei ze, ik vind het bloody vervelend dat ik les krijg van docenten, en ze zien een wat verdere fase, en ik krijg steeds meer les van mensen die onderzoek doen, en dat zij mij hun artikelen niet mogen geven, maar dat ik die zelf via de databank weer moet zoeken, waar we wel op gelicenseerd zijn. Zo raar is de wereld van uitgevers dat je het materiaal wat je zelf gemaakt hebt, wat je aan je eigen studenten staat te vertellen, niet aan hen op die manier mag delen. Heel kort, dit is een bron, de bronnen, dus de laatste letter, de resources. We hebben het over, uiteindelijk, we hebben vandaag de nadruk is heel erg komen te liggen ook op MOOCs, maar MOOCs is natuurlijk uiteindelijk maar een heel klein aandeel momenteel nog in OER. Het gaat om boeken, het gaat om tijdschriften, het gaat om tentamenvragen, het gaat om oefenopdrachten, het gaat om allerlei vormen van materiaal die wij in het onderwijs gebruiken. Dan ga ik naar de uitgevers. Afgelopen maandag keek ik naar de Slag om Nederland. En het is eigenlijk wel een leuke vergelijking, bedacht ik me pas vandaag dat we hier in het Geldmuseum staan. Want daar werd een uitspraak gedaan over, er werd onderzoek gedaan naar starters op de, ondernemers. Die wilden startkapitaal krijgen en die gingen, dat is sinds een jaar of zo, is dat een heel groot probleem. Gaan ze naar een bank, echt wel, maakt niet uit welke bank in Nederland. En het antwoord van die bank is nee, wij verlenen geen startkapitaal meer aan startende ondernemers. Want daar verdienen we niet genoeg op en er is nu een aparte instelling in Nederland. En de uitspraak van die meneer, het is een soort microkrediet, het lijkt bijna ontwikkelingshulp. De uitspraak van die man was, nee, banken doen dat niet, want banken zijn uiteindelijk ondernemingen die winst moeten maken. Dus banken, hun core business zou zijn, hè, is dus, maar dat is dus niet zo, het helpen van startende ondernemingen, nee, hun core business is winst maken. En die vergelijking zou ik toch eigenlijk ook wel met uitgevers willen maken. Ook al heten ze educatieve uitgevers, of ook al heten ze wetenschappelijke uitgevers, hun core business zou zijn het onderwijs helpen, maar hun core business is winst maken. Nou, en zoals ik al gezegd heb, hoe staat dat in relatie? Ik vraag me af hoe zich dat verhoudt tot het open verhaal. Verder denk ik dat wij in het onderwijs zelf genoeg netwerken kunnen vormen, genoeg kunnen delen, genoeg
elkaar kunnen informeren, helpen, op gang helpen. Eigenlijk is de SIG is daar al een heel mooi voorbeeld van. Het rapport wat er is, is daar al een voorbeeld van. Dat komt tot stand. Nog 1 minuut, dank u. Weliswaar met behulp van... Het is niet zo dat het niks kost en we hebben redactie nodig en we hebben vormgevers nodig. Maar laten we niet denken dat we per se uitgevers nodig hebben die het vervolgens zeggen, dit is van ons. En je koopt het elk jaar opnieuw maar weer terug, want dat is ook een gevolg van de digitale wereld. Plus ultra. 500 jaar geleden zei Karel V, er was een uitspraak, non plus ultra. En dat was de straat van Gibraltar die afgesloten werd door 2 palen. Ja, symbolisch, want het gaat over de mythologie. En daar stond op nul, non plus ultra, dit is het einde van de wereld, hier houdt het op. Karel V zei, de wereld is groter, we gaan steeds verder, plus ultra. Ik denk dat open is ook ontstaan in relatie met dat digitale, met het wereldwijde web. Laten wij daar als onderwijsinstellingen gebruik van maken. Laten we ambitieus zijn, laten we het voor elkaar krijgen. En het liefst zo min mogelijk zonder de uitgever. Dat was het. Dat is goed hoor. Ja.